Het is 26 mei en vandaag beantwoord ik de kijkersvraag: komt er ook autisme in jouw familie voor? En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar kom ik gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Net zoals gisteren beantwoord ik vandaag ook een kijkersvraag. De kijkersvraag is al een tijdje geleden gesteld en er was iemand die mij vroeg naar aanleiding van een andere vlog. Hey Gijs, hebben jouw broertje of jouw zusje, hebben die nou ook autisme? Ik kan die vraag kort beantwoorden. Die vraag ga ik namelijk niet beantwoorden. Ik heb ervoor gekozen om open te zijn over mijn autisme. De dingen waar ik tegenaan loop. Maar mijn familie heeft daar niet zozeer voor gekozen. Net zo min als mijn ex-vrouw. En zeker ook mijn zoontje. Mijn zoontje kan daar ook nog helemaal niet voor kiezen. Dus ik vertel misschien soms wel dingen over zijn leven. Maar ik probeer die altijd te vertellen vanuit mijn beleving. En dat is soms nog best wel een uitdaging. Maar ik heb op het internet heel veel voorbeelden gezien van mensen die gewoon schaamteloos dingen van hun kind delen. En ik dan denk, nou, ja, hoe zou het nou gaan als iemand straks 18 is of zijn eerste date krijgt? Dan komt je achter dat er dingen op het internet staan die hij vroeger heeft gedaan. De dingen die ik kies te delen tijdens deze vlogs en tijdens mijn lezingen, die zijn, zoals ik dat wel eens noem, klaar voor ervaringsdeskundigheid. Dat wil dus zeggen dat ik ze met enige afstand kan vertellen. Er zijn ook nog wat dingen in mijn leven, hè, en dat zie je soms ook in vlogs, waar ik heel erg struggle, zeg maar, om die goed te vertellen en om de juiste woorden te vinden. Ja, dat zijn ervaringen die zijn eigenlijk nog niet rijp voor ervaringsdeskundigheid. Privacy issue is voor mij erg belangrijk voor de mensen rondom me heen, om die ook te beschermen, die eigenlijk een keuze maken van, hey, ik wil daar niks over vertellen. Ik kan natuurlijk in het algemeen wel iets vertellen over autisme en erfelijkheid. Ik heb daar eerder al een vlog over gemaakt. Toen was eigenlijk de slotconclusie van, het is niet 1-op-1 erfelijk, maar er zijn wel een hele hoop factoren eigenlijk. Tuurlijk komt er ook gestructureerdheid in mijn familie voor. Natuurlijk komt er ook andere kenmerken die je misschien als autisme ziet voor in mijn familie. Maar is er daarmee autisme? Dat laat ik aan mijn familie over. Ik weet toevallig dat mijn ouders deze vlog ook kijken. Hoi! Toch bedankt voor het stellen van je vraag. Overigens staat in het boek Plan B voor de oplettende lezer staat een klein stukje over autisme in de familie geschreven. Het stukje heet zelfs: heeft jouw broertje ook autisme? Dus voor de oplettende lezer, check even het boek Plan B. Ik zal even een link naar hoe je het boek kunt bestellen, mocht je het nog niet hebben, in de beschrijving hieronder opnemen. En mocht je het interessant vinden, kun je het altijd even gaan lezen. In ieder geval bedankt voor het stellen van je vraag. Mocht je hier nou opmerkingen over hebben, zet ze hier even onderin of stel ze even via Facebook. Het moet ergens vandaan komen, hoor ik mensen dan denken. Waar komt het dan vandaan? Nou, dat laat ik in het midden. Dat is altijd het leuke van een genenpool om daarover na te denken.